Sophie Huygebaert, we zijn hier vandaag in Dixmuiden. Jullie ontvingen Kontich, een mogelijke kampioen in jullie reeks. Hoe ging de wedstrijd? Ons eerste kwartier was niet goed, vond ik zelf. We lagen duidelijk onder ook. Een beetje slordig balverlies ook, waardoor we 1-0 achterkomen. Ja. Maar het heeft ons een beetje wakker geschud, denk ik, die 0-1 achtergekomen. Dan zijn we in de match gekomen, hebben we tegenscoord. Nog 3-1 aan de rust ingegaan, dus... We waren beter in de match gekomen en dat was ook duidelijk. De tweede helft hebben we vooral alles toegezet. De counter een beetje proberen met lange bal natuurlijk. Om nog druk te zetten, maar het is goed afgelopen. Ja. Jullie scoren ook drie mooie goals, hè? Jij ook eentje? Ja, ik had een beetje geluk dat hij doorkwam en in één tijd kon hem binnen. En onze vrije trap was ook perfect binnen, dus goed afgewerkt vandaag. Ja, het is anders. Jullie speelden vroeger in Merkem, nu speel je hier in Dixmuiden. De accommodatie is iets beter, denk ik? Ja, op zo'n terrein is het altijd plezanter om te spelen ook. Ja. We mogen hier ook één keer per week trainen, dus dat is een goede vooruitgang voor ons. Met kleine stapjes vooruit, maar we komen er wel, denk ik. Of, het is een goede evolutie. En de combinaties zijn ook goed, hè, op het veld? Ja, het is een veel leuker spel, maar ons voetbal komt er ook beter uit. Ja. En met technische spelers komen er sowieso dan beter uit. Het is veel plezanter ook. Ja. En hoe zie je het vervolg? Het einde van het seizoen komt naderbij. Misschien volgend jaar al. Is er al iets voor volgend jaar bekend? De toekomst? Er komen enkele spelers bij volgend jaar. We moeten afscheid nemen, jammer genoeg, van onze keeper. Maar daar hoort ook wel... komt ook wel iemand in plaats dan. Mm-hmm. En nu hebben we nog 3 matchen die op het scherp van de snee gaan gespeeld zijn, denk ik. Als we nog 9 op 9 halen, dan gaan we een mooi eindresultaat hebben, denk ik. Ja, je ontvangt nog Sulte Waregem, denk ik. Dat is altijd spannend. Ja, dat is een beetje, mag dat misschien niet zeggen, maar dat is een beetje een zwarte beest. Moeilijk om daar tegen te winnen, dus het zal spannend worden terug. Het zal een leuke match worden. Oké, ik dank je. Proficiat met de overwinning en succes voor het vervolg in elk geval. Dank je wel. Dank u. Dank.